Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de nieuwe kleurpotloden van DecoTime uittesten. DecoTime heeft nieuwe setjes met kleurpotloden uitgebracht. En zo zien ze eruit. En in deze video ga ik ze uittesten en wil ik ze ook gaan vergelijken met de eerdere setjes die uitgebracht zijn. Want DecoTime die zegt dat dit nieuwe kleuren zijn. En ik ben wel heel erg benieuwd of dat de kleuren echt veel unieker zijn dan de eerdere setjes die ze hebben uitgebracht. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze potloden van de Action en of van DecoTime, ze zijn te koop bij de Action. En of ze echt vernieuwd zijn qua kleuren, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zei het dus net al, deze doosjes met kleurpotloden zijn te koop bij de Action en kosten €1,99. Ik heb 3 nieuwe setjes gevonden. Ik weet niet of er ook nog meer zijn, maar ik heb er maar 3 gevonden. En het eerste wat mij al gelijk opvalt is dat op deze doosjes een afbeelding staat. En eerder was dat niet zo, maar op deze doosje staat dus een afbeelding waardoor je ook heel erg goed kon herkennen dat het om nieuwe potloden gaat of nieuwe kleuren. In één doosje zit 18 kleuren potloden. En er zitten dus echt nieuwe kleuren in. Ze hebben altijd een hele zachte punt waarmee je dus een goed... color transfer kunt krijgen, staat er op het doosje. En ze hebben een professionele kwaliteit, een ergonomische grip, waardoor je ze dus ook heel makkelijk vast kunt houden. Ik heb hier dit roze doosje. En op de achterkant wordt ook die afbeelding doorgegeven, wat ik heel mooi vind. In dit doosje zitten bruine, gele en rode kleurenpotloden. Dus dan heb je alle kleuren weer bij elkaar. Dan heb ik een setje met deze. Hier staan mooie dolfijnen op. Ook hier, die achterkant vind ik heel erg mooi. En wat ik heel handig vind, ook de kleuren staan hierop vermeld. Zoals je kunt zien, hier staan de kleuren. Dus ze lopen dan ook echt door. Maar ze lopen wel een beetje gek, moet ik zeggen. Want ze beginnen dan met 120, dan heb je 122. Het loopt niet op volgorde. Wat ik zo zie, daar ben ik heel blij mee, is dat ook op het potlood hier de kleur staat. In dit setje zitten blauwe en groene tinten aan kleuren. En dan heb ik nog deze. En dat is een paars setje. Ook weer een prachtige achterkant, moet ik zeggen. En hier zitten dan paarse en roze potloden in. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ik zal ook even de andere setjes zometeen laten zien als we klaar zitten. Zodat je even het verschil kan zien. Dus ik ga de potloden eventjes uittesten. Laat ik even beginnen met als eerste de eerder uitgebrachte setjes te laten zien. En die zien er dan zo uit. Die hebben dus geen afbeelding. Ook in dit doosje zitten dus gewoon 18 kleuren. En hier stonden de kleuren dan weer voorop vermeld. En ja, trouwens, de achterkant ziet er ook wel mooi uit. Dat is het ook een van de setjes die nog niet zo heel lang geleden uit is gekomen. Maar ik heb ook nog een setje echt van de allereerste lijn. Dat is deze. En qua voorkant komt hij eigenlijk best wel overeen met deze. Maar deze heeft dan echt nog zo'n achterkant waar niks op staat. En dat vind ik wel mooier dat ze dat nu hebben gepakt. Dus als je nu deze 3, kijk of mij lukt hoor, naast elkaar zet. Dan zie je echt wel verschil, zeg maar. Ik denk dat ik zelf even gebruik ga maken van... het vergelijken met deze kleuren, die dus de tweede keer zijn uitgebracht, die setjes. Om te kijken of dat die dus een beetje overeen gaan komen met de kleuren die hierin zitten. Maar ik zie bijvoorbeeld wel, hier zaten ook echt roze tonen in. En in het roze doosje zit dat dus weer niet. Dus, nou, ik ga eerst maar eens eventjes wat kijken hoe de kleur is met de nieuwe potloden. Zo, de doosjes zijn open. Die ligt wel een beetje door de war. Dat is een beetje jammer. Ze liggen dus niet mooi op volgorde. En daar ga ik dus niet heel goed op. Maar ja, dat ga je wel snel krijgen. Maar je kunt ze dus natuurlijk gewoon weer in volgorde terug doen. Omdat ze dus nu heel mooi de kleuren verdeeld staan. Dan zie je hier bijvoorbeeld heel mooi staan de kleur van het potlood. En dat vind ik echt wel een groot pluspunt. Want het had de oude variant
weer niet. Die zal ik ook even laten zien. Dat was heel erg lastig. In de hoop dat daar maar de goede volgorde op lag. Draag ik dat doosje open. Ja. Kijk, deze die had dus die kleur er niet op staan. En dat vind ik wel jammer. En dan zie je wel gelijk dat de potloden ook anders zijn. Kijk, het nieuwe potlood... Die heeft dus een wat langer gekleurd achterkantje. En dan had het oude potlood niet. Dus dat is wel een verschilletje. Nou, ik ga gewoon eens even zo'n nieuw potloodje uitproberen. En eigenlijk wat het altijd is, ze liggen inderdaad heel fijn in de hand. En ja, je kunt ze gewoon heel makkelijk zo meekleuren. Dat vind ik echt wel heel fijn. Ik vind altijd het pigment wel heel goed. Ik heb hier een oranje kleurtje gebruikt. Ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar zo'n gele kleur. Want ja, is dat dan ook een goede pigmentatie? Want geel is natuurlijk altijd een lastig kleurtje. En dat zie ik nu ook wel. Die is toch wel weer vrij licht. Kijk, die is dan vrij licht, zoals jullie kunnen zien. Maar goed, dat is er iets wat erbij hoort. Ik zal ook even wat kleuren uit het andere setje proberen. Gewoon eventjes als een soort van swatch. Deze ligt dan net wel weer iets meer op volgorde. Vind ik wel fijn, want ik kan er niet zo goed tegen. Dan ga ik gewoon ook even wat streepjes mee zetten. Hier heb ik ook een wat lichtere kleur voor gepakt. En je ziet inderdaad wel dat je hem ziet. Maar je moet er wat vaker overheen gaan. Om de pigmentatie een beetje op te bouwen qua kleur. Maar pak ik nu een bijvoorbeeld donkerdere kleur. Dan zie je gelijk dat die heel makkelijk tot zijn recht komt. Dat is wel eventjes een heel groot verschil. Maar ze kleuren gewoon heel erg fijn. Dat zal ik ook even doen met het paarse setje uiteraard. Nou ja, ik noem hem paars, maar er zitten ook wel paarse kleuren in. Nou, hier hebben we een roze kleur. Die is vrij licht, denk ik. Dus ik ben benieuwd. Dat zie je ook inderdaad wel. Ik raad altijd aan met deze potloden een beetje zachtjes te gaan kleuren. Want anders krijg je best wel harde lijnen. En dan wil ik zo'n paarse kleur. En die gaat inderdaad weer wat makkelijker. Dus dan weet je in ieder geval, de potloden zijn goed op te bouwen. Ik zal eventjes laten zien. Kijk, ik heb hier nu even wat zwartjes gemaakt. En dan zie je inderdaad heel duidelijk dat de pigmentatie bij de lichte kleuren iets meer opgebouwd moet worden. Maar de donkere kleuren zie je eigenlijk heel makkelijk. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga nu even wat stempels zetten, zodat we ook die kunnen gaan inkleuren. En dan ga ik hem dus inkleuren met een van de nieuwe setjes. En dan ga ik hem inkleuren met een van de oude setjes, om te kijken of de kleuren echt anders zijn of vergelijkbaar. Ik heb even wat stempels gezet en ik heb dus nu kleuren uit de nieuwe setjes en uit de eerdere setjes gepakt. Deze twee zijn uit het nieuwe setje. Daar ga ik allereerst het ijsje mee inkleuren. En dan ga ik het tweede ijsje inkleuren met deze twee potloden uit het eerdere setje. Omdat ik denk dat die kleuren redelijk overeen komen. Als je ze naast elkaar legt, lijken deze heel erg op elkaar. Kijk, dit lijkt best wel op elkaar. Dus ik ben heel benieuwd of we kleurverschil gaan zien. Eerst dus met het nieuwe potloodje. En dan kunnen we straks goed zien of dat het verschil echt heel groot is. Of dat de kleuren eigenlijk best wel overeenkomen. Ik maak ook altijd van deze kleurpotloden kaarten. Die heb ik van deze nieuwe setjes nog niet gemaakt. Dus daarom kan ik ook niet laten zien hoe de vergelijkbare kleuren eruit zien. Maar die ga ik uiteraard nog wel maken. En die laat ik dan nog wel even in een van mijn vlogs zien, mocht je dat interessant vinden. Kijk, ook over het gele ga ik dan wat vaker heen, want dan zie je alweer dat die iets minder snel op gang komt. Maar goed, als je dat een beetje opbouwt, gaat dat eigenlijk best wel goed.
Zo, dan is die met het nieuwe setje gedaan. En dan gaan we nu het eerder uitgebrachte setje doen. En dan zal ik jullie straks even laten zien hoe de verschillen eruit zien als die er zijn. Als ik naar dit setje kijk, denk ik, hier zit niet echt heel veel vernieuwing in. Ik heb toch echt het idee dat deze kleuren heel erg overeenkomen. Maar goed, daar heb ik ze ook wel op uitgekozen. Maar ja, omdat ze zeggen, het zijn nieuwe kleuren, denk je dus ook dat het wel wat vernieuwing zal meebrengen. Bij deze zie ik het eigenlijk bijna niet. Nou goed, dan gaan we dat ook even met de andere setjes doen. Vier potloden uitgekozen die redelijk met elkaar matchen. Deze twee kleuren, dat zijn paarse kleuren en twee roze kleuren. Dus nou, daar gaan we eigenlijk precies hetzelfde mee doen als wat ik net bij de eerste afbeelding heb gedaan. Vind ik zo'n rustgevend geluid, een potlood die inkleurt. Dat vind ik op zich best wel rustgevend. Ik had misschien die blaadjes groen moeten doen, maar daar heb ik nu maar niet voor gekozen. Zo, maken we het vaasje paars. Ja, net wat ik zeg, je moet het echt heel rustig doen, want die potloden die, ja. Die kunnen best wel harde lijnen geven als je echt heel hard gaat drukken. Zo, dat gaan we nu weer doen met het eerder uitgebrachte setje. Bij deze zie ik dan het verschil wel weer heel groot, want deze is echt wel donker, terwijl die heel erg lijkt op de kleur in het doosje, zeg maar. Maar op papier is die toch wel heel erg anders en dat verschil zie je dan wel. Ja, bij die zie ik het verschil wel heel goed dan. Ook hiervan heb ik weer twee kleuren uitgezocht die redelijk op elkaar lijken. Daar gaan we dan de ballonnen mee inkleuren, dus ik ben heel erg benieuwd uiteraard. Dat bij deze gaat. Dan beginnen we zoals elke keer weer met het nieuwe setje. Dit zijn de wat lichtere kleuren, dus die probeer ik ook een beetje op te bouwen. Niet helemaal zoals ik het wilde hebben, maar ja, soms ook een beetje lastig. Thank you.
Ook bij deze zie ik dan toch weer niet heel veel verschil hoor met de eerder uitgebrachte setjes, moet ik zeggen. Ik zie toch wel heel veel overeenkomsten. Nou, ik zal jullie eventjes omdraaien, zodat jullie ook echt even kunnen zien hoe het er dan uitziet. Oké, deze is met een nieuw setje gedaan en deze dan met een oud setje. En bij deze zie je heel duidelijk dat er eigenlijk maar heel weinig kleurverschil zit. En dat de kleuren toch wel redelijk overeenkomen die in de doosjes zitten. Dus die vind ik niet heel erg anders. Kijk je dan naar deze. Deze kleuren leken in het doosje heel erg op elkaar, maar op papier zijn ze wel heel erg anders. De roze is iets intenser en de paars is toch wel een hele andere kleur paars als deze. Deze is echt wel donkerder en deze roze is dan weer iets lichter. Bij het ijsje zie ik dan weer heel weinig verschil. Deze is met de nieuwe potloden gedaan. En deze is met de oude potloden gedaan. Dus daar zie ik dan weer niet heel erg veel verschil in. Dus als je het mij vraagt, zijn verschillen niet bij elke potloden even groot die in het doosje zitten. Nou, jullie hebben dus net kunnen zien hoe de verschillen zijn opgebouwd. En de kleurverschillen zijn dus eigenlijk niet heel erg anders. Het zijn dan wel nieuwe kleuren, maar ik vind de tinten best wel op elkaar lijken. En dat zijn vooral deze twee doosjes die wel erg overeenkomen. Die kleuren die lijken gewoon heel erg op elkaar. Kijk ik dan naar dit doosje, die verschilt wel met de andere kleuren potloden. Maar over het algemeen vind ik de kleuren best wel op elkaar lijken. Ja, en is het dan de moeite waard om ze daarvoor te kopen? Dat is een conclusie die je zelf kunt trekken. Misschien denk je, nou, ik vind het zoveel op elkaar lijken, daar zou ik ze niet voor aanschaffen. Ik ben wel benieuwd of er verder nog kleurverschil gaat zitten, misschien in de andere kleuren. Maar dat ga ik pas zien zodra ik die van die lijsten heb gemaakt met de kleuren. Maar dan zal ik dat nog een keer in de vlog laten zien om te kunnen kijken of de kleuren dan heel anders zijn. Maar zoals ik er nu naar kijk, denk ik van, het valt eigenlijk wel mee hoeveel verschil erin zit. En ik denk dat dat goed is om te weten. Het zijn gelukkig geen dure doosjes. En ik vond het wel super leuk om dit gewoon eens eventjes naast elkaar te leggen. Van joh, hoe is het verschil opgebouwd? Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je naar aanleiding van deze video misschien denkt, ik zou de doosjes aanschaffen. Of misschien heb je ze al wel gekocht. Of dat je denkt, nee, de kleuren komen zoveel overeen. Ik heb de andere setjes, ik laat ze lekker liggen. Dat kan natuurlijk ook. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt, krijg je die melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!